is dat niet mooi. En dat is... Roggel. Wachten, microfoon. Pannen maken. Super tof dat jullie kijken naar een nieuwe vlog. Mijn naam is Sanne Pat, zoals iedereen weet. Het is nu, even denken, over een kwartiertje, 10 uur. Ik heb al de laatste tijd, heb ik al heel vaak al in een weekend. Maar ik merk nu de laatste tijd uit mezelf dat ik niet meer uit kan slapen. Dat is zo irritant. Ja, heb je dat ook? Die wil natuurlijk eten, Gaia. Oh mijn god, ik ga lekker even in ieder geval lekker douchen pakken. Wakker worden, aankleden. Radio aanzetten. Dat is sowieso als eerste. En jammer dat Feyenoord met 1-0 verloren heb gisteren. Oh, wel balen. Maar ja, ik ben heel laat gaan slapen. Ik weet niet meer eens hoe laat, maar best wel laat. Laten we daarop houden. En ik was al een uur of een paar keer wakker geworden. Maar in ieder geval wel lekker geslapen, rust gepakt. Dat voelde ik, dat voel ik nu wel. Ik ga in ieder geval lekker editen. Eerst even voordat ik ga editen, even douchen pakken en koffie drinken. Kan je eten geven? Zo, dat dan voldoende. Maar eerst even douchen. Dat gaan we nu eerst doen. Laten we nu maar lekker koffie maken. Lekker aangekleed en wel. En ja, koffie zetten maar. Rolgordijn er maar over gooien. Computer heb ik al aangezet. Dan ging ik deken al toen ik al ging douchen. En nu maar even lekker relax. Koffie drinken. Bakje pleur. Vergoeien me. Gezellig. Ja. Ja jongen, je eten komt eraan. Je eten komt eraan. Ja, tranquilo jongen. Hey. Tranquilo. Ja, ja. Oh, die heb ook geen geduld ook, hè. Die kan je. Zo, die is weer geduld. Nu maar hem geven. Ja. Zo, dan ga ik lekker koffie maken. Een bakje pleur, vergooi je maar. Vergeet je gezeur. Oh. Het is even wennen zo, ineens. Vroeg wakker wel. Maar ook wel dat ik van uitgeslapen heb. Maar ja, ik kijk er tegenop vanavond. Ik kijk er blij tegenop. Mensen, laten we zeggen, ik heb er zin in vanavond. Ik hoop jullie ook. Mega genieten. Je kan op twee manieren kijken. Je kan bij mij kijken, maar ook op YouTube. Maar op YouTube is het live en bij mij is het achteraf. Maar ja. Ik heb al heel veel dingen al klaargelegd voor vanavond. Dat ligt hier zo. Een shirt met een broek nog. En dan heb ik hier nog een overhemd. Die hebben jullie vast wel vaak gezien. Die ga ik dus aantrekken, blauwe die overhemd. En daar gaan we maar van genieten. Ik heb er zin in. Special Marine Award 2023. Let's go. Fucking mental. We gaan er weer een leuke feest van maken. Ik hoop jullie er ook zin in hebben. In ieder geval, heb jij gekeken? Laat het weten hier beneden in de reactie. Ben ik wel benieuwd naar. En laat ook weten wat jullie van vonden van Special Marine Award. Ja, ik kan niks over zeggen, want ik ben er nog niet. Ik moet nog blijven. Maar dan gaan we zien. Ik ben nu helemaal ready voor vanavond. Het is nog een paar uurtjes en dan kan ik opgehaald worden, want ik ga al in de middag heen. En het is eigenlijk nu voor mij nu middag, het is over 2 minuten, is het al 1 uur. En denk over 2 uurtjes of korter dat ik dan opgehaald word. Dus het duurt niet lang meer. En ik kijk er al zo naar uit. Ik heb hier al ingepakt, kleren hier in mijn tas ingepakt en ready to go. Naar Special Marine Award 2023. Ik hoop dat jullie ook gekeken hebben. En ja, dat heb ik al natuurlijk gemeld. Ik zou het tof vinden als jullie gekeken hebben. Maar, weet je, we gaan even tussentijd even deze even omspoelen. Ik moet ook maar even gebeuren. Wat zie jij nou te mouwen? Ja, netjes, oké. Okay. En dan moet ik ook even, wil ik ook even gedaan hebben. En als het goed is, krijg ik een appje van als ze eraan komen. Dus... En even hier open draaien. En even omspoelen. Zo. Dan doe ik altijd de dop dicht, maar dat weten jullie al. En dan zo. Oké. Ik moet eigenlijk nog de bestek opbrengen, maar ik ben nog niet aan toegekomen. Want, nou kan ik nu al duidelijk doen.
Ja, dan onderspreek ik dat weer. Zo. Ik kan nu uit. Oh, second morning aan. Wauw. Wauw, 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 wauw. Zo. Hop, die kan in de ding. Zo, dan heb ik dat ook weer gehad. En dan ga ik maar even spullen hier opruimen wat hier staat. Want dan heb ik het ook vast gehad. En nog even één bak koffie denk ik dat ik nog ga doen. En ready to go. Net even lekker deo gespoten. Moet ook even gebeuren. En ik denk wel sowieso jas aantrekken erbij. Ik dacht, ik doe dit aan. Want die heb ik er één keer aangetrokken. En die lag al een tijd op de bank. Zoals jullie misschien hebben gezien. Ik dacht, weet je. Want de meestal de leggen kleren doe ik altijd twee keer aan. Misschien raar dat ik nu al heb meld. Maar als ik hem één keer aan heb getrokken, leg ik altijd op de bank neer. Om te denken van, oh ja, die moet ik weer aan. Die kan ik weer aan nog. En soms doe ik dat niet altijd. Dan leg ik gelijk in de was en denk ik van, ja, die heb ik nou zo lang op de bank gelegen. Nog een beetje, dan ga ik maar dat doen. Ja, dat dus. Ik ga niet maar wachten tot ik opgehaald word. Zat ik lekker vlog van Don te kijken, zit ik nou te kijken. Ik heb mijn koffie nog niet op. Die heb ik helemaal niet aangezeten. Nu is het koud, weet ik nu zeker. Ja, die is koud. Maar, over half uur of een drie kwartier word ik opgehaald door mijn moeder. En ik zit nu al te kijken, ik zit nu net te kijken en wat is er een bagger weer buiten, zeg, niet normaal. Maar ik ben er klaar voor maken voor dadelijk. Ik heb er super veel zin in, nogmaals. Ja, kan niet wachten. Ik hoop jullie dadelijk ook dadelijk zin in hebben om te kijken. En volgens mij ben ik ingezoomd, ja, wat ik al dacht. Ja, jij krijgt ook zalige broekjes, rustig maar. Tranquilo. Maar ik had eerst eigenlijk mijn kleren in deze tas gedaan. Ik dacht, nou weet je, we doen gewoon even in de tas. Gewoon een normale tas. Dus deze, die heb ik nou klaargezet. Ik hoop dat ik alleen niet ga vergeten. En als het goed is, heb ik nu letterlijk alles. Mijn portemonnee, mijn telefoon zit in een broekzak. Wat heb ik nog meer nodig? Jullie mee te nemen. En ja, dit is het. Ja. En ik heb toevallig ook even de aardig schoongemaakt. Ook alweer lekker gedaan. Die moet ik ook niet vergeten. En ja, die en de tas. Het is de enige stuk die ik moet pakken. En jullie, natuurlijk. Maar dat ga ik sowieso niet vergeten, heb ik het gevoel. Dus we gaan het zien. Ik ga het in ieder geval klaarmaken. Richting Special Medehoort. Naar Hilversum. Oh, ik krijg net een appje dat mijn moeder onderweg is. En dan ga ik klaarmaken om in die kant op, vast naar beneden te wachten. Maar ook tussentijd dat ik even Gaia ga eten geven. Dan heeft hij wat wel eten vast. Ik denk extra normaal. Ja, 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 ja. Ja, Gaia. Komt eraan. Dus dat ga ik ook maar even doen. Ik denk even extra dan normaal. Zo. Even een bakje, een keer een bakje vol. Ja, kijk eens. Je krijgt nu een bakje vol. Kijk eens, jongen. Alsjeblieft. Zo, en dan hoop ik dat hij gewoon wel rustig ermee aandoet. En dan ga ik vast naar beneden om naar beneden toe te gaan. Om klaar te maken van Special Medehoort 2023. Ik heb er zoveel zin in. Trek even lekker je jas aan. Wat is dat? Er zit ineens een brokje naast het bakje te gooien. Zo, dan gaat het gewoon lekker erin. Hoppakee. Ik ga nu maar jas aantrekken en naar beneden. Nou, ik sta naast Anke. Ja. Hoi. Ja, wij staan in Hilversum. Ja, wij. Bij Hilversum. Ja, wat we zijn wij hier doen? Special Medehoort. Het is Special Medehoort. Ja, zeker. Heb jij er zin in? Ik heb er veel zin in. Ja? En wat ga jij dan eigenlijk doen? Wij zien het niet. Nee, ik ben een pakje natuurlijk. En voor de hoeveelste keer? Vijfde keer. Vijfde keer. Nou, eigenlijk de zesde, ja, maar voor de landelijk is het vijf. Oké, okay, nou. Ja. Hartstikke mooi. Dat zeker. Hey, en wij gaan jullie een beetje meenemen op het scherm. Ja. Want waar zijn we nu hier? Waar zijn we nu hier? In welke ruimte? Een kleerruimte eigenlijk. Kijk, een kleerruimte. En Rob en Kai ook. Misschien leuk om het ook een deel te brengen. Ja, natuurlijk. Natuurlijk zijn Kai en Rob zijn er ook al. Dus, en hier zitten ze dan. Kai en Rob. Hallo daar. Hi. Ja. We worden direct gewerkt hier. Ja. Nee. De interviews zijn gestart. Ja, zeker. Heb jij er zin in? Ja, onwijs. Rob. Zeker weten. Ja, zeker. Ja, ja? Ja, zeker. Maar hoe heb je, wat dacht je in je benaderd?
Nou, het was niet heel een grote verrassing voor mij. Ik heb een restaurant met mooie mensen. Dus ik heb al, ik werk al zeker samen met deze toppers. Dus, nou, ik heb natuurlijk jouw vriendje gevraagd. Zeker, ik zeg het dankzij jou. Ja, ik dacht dat je echt heel kreeg. Ik vond het ontzettend leuk. En aangenaam verrast ook. Dus ik vond het ontzettend leuk dat je mij een berichtje stuurde. Ja, daar kon ik natuurlijk ook mee een antwoord op geven. Ja, dat vond ik wel even... Zeker weten. Ik dacht, oké. Ja, ben ik er bericht. Oké. Nu zitten we hier. Jij er zin in? Ja, zeker. Ja, ben je nerveus? We waren best wel pittige dingen, hè? Van wat dat te doen. Ja, het was veel, hè? Het was wel veel. Ja, dat zeker. Ja. Ja, ik ben gewend natuurlijk, want ik zit al natuurlijk tussen 15 jaar. Maar elk jaar vind ik het al mooiere beelden. Ja, ontzettend. Ja. Het viel me wel op dat dit nou meer downloads mee dan normaal. Ja, dat viel me wel. Vond ik wel leuk om te zien. Geleken met de vorige jaren? Ja. Oké. Joh, we gaan het meemaken zo. Ja, ik weet de weg blijkbaar. Ik weet de weg. Goed avond. Ja. Zenuwachtige gezichtjes vanavond. Ja, dat denk ik. En ook heel veel euforie van mensen die natuurlijk de prijs in wachten slepen. Ik denk, zeg je wel, hang jij hier al over wat voornemen doen? Iedereen is helemaal blij. Iedereen is blij. Ja, dat niet een kleine teleurstelling als je dan toch echt naast me. Nee, dat ga je echt. Maar dat is dan een mooie award, joh. Ja, dat zeker. Leuk, man. Nee, weet je. Het is leuk dat je dit boven de nacht hebt gedaan. Ja, en dat we erbij zijn. Ik zeg alvast, ik zou ernaar gaan. Dus, ja, dan zitten we nog in een rij. Misschien kun je hier wat op het zien. Dus, ik ben benieuwd wat ik kan zeggen. Discussies gevoerd, maar uiteindelijk ja, hebben we toch allemaal op één lijn moeten liggen. 168 inzendingen, maar ja. 30 groepen die geselecteerd zijn. Dus jullie hebben wel even flink met elkaar moeten discussiëren. En voor jou was het natuurlijk best wel een opgave, of niet? Ja, zeker. Ja, zeker moest je even voorbij komen. Maar uiteindelijk denk ik wel dat we met deze jury even stellen. Ja, dat is heel lastig. Heel spannend, maar... Dat is goed.
zeggen dat die 168 moet aangenomen zijn. Die moet zo dichtbij. Echt zo dichtbij, toch? Zeker weten. Maar misschien nog wel closer, hoor. Nog wel zo zelfs. Heel dichtbij. Geniet ervan. Dankjewel. Maar schrijf maar echt waar. Zo is het. Let's go, we gaan winnen. Voor het bier gaan we wel getrokken. Ik wil jou even spreken, de chocolade ook, maar vijf keer al doe je er mee. Ja. Beginnen jij nou met de bondscoach? Dat lijkt me wel op mij. Nee, voel ik niet zo. Voel ik niet zo? Nee. Ik heb het idee dat jij steeds meer mensen selecteert hier. Maar wat vind je er nou van? Elk jaar wordt het telkens mooi, hè? Dat is mooi om te naar te kijken. Ik Sander gaat nog wel genieten en spelen. Ja, oké. Ja. Hoi, Kai. Hi. Oh, we moeten doorlopen. We moeten doorlopen. Goed, Sander. Hoe voel je je? En hij werkt bij de kentje. En ik heel veel plezier aan het leven. Gemaakt. Ik heb haar huis uit van mijn woning, daar heet adres Haring Eels, Donnersbach 19. Ze hebben eigenlijk dus helemaal dat helemaal vastgelegd. Je hebt nu ook al een soort dankwoord gedaan. Ja. Dat is goed, lieve. Ik ga eens een klein papier achter, dan ga ik even naar de andere genomineerde. Want die zit hier ook Melvin. Kom even snel als je wilt. Je hebt dagbestemming. Wat voor dagbestemming heb je allemaal bezocht? De Komaan in. Maakt niet uit waar precies. Maar wat deden ze daar? Hoe deed je dat ook? Ik weet het niet. Maar het was net als we deze op een human de jonge koring hebben gezet. Ook geweest en dan kom. Ja, Melvin. Of is het omdat ik zo lelijk ben? Kei gaaf. Ja, Sander Pat is hier van de jury. Van ook, die heeft mede gejureerd en mede bepaald dat jij winnaar bent. Zal ik een stukje uit de jury doen? Dat is goed. Oké, jij neemt te kijken weer op een hele originele manier. Dus langs al die dagbestedingen. En die geanimeerde versie, die tekenfilmversie van jou, die is wel top met jouw voice-over. Is heel erg origineel. En dat is nog nooit eerder gezien. Ze vinden jou enthousiast, professioneel. En je filmpjes zijn zo interessant. Ze geven een goed beeld van een leven met een beperking. Maar wat je dus wel allemaal kunt gaan doen. Nou, dan gaat het over techniek dat het zo goed gedaan is. Dat vinden alles heel tof. Dan hebben ze nog wel een tip. Misschien is het leuk als jij zelf een keer echt meehelpt op een dagbesteding. Want dan kunnen we zien hoe jij een dagje bijvoorbeeld in de keuken gaat helpen. Nou, misschien vind je dat leuk om te doen. Ja, zeker weten. Dus niet alleen maar kijken, maar ook meedoen. Ja, zeker weten. Wil je daar een woord op hebben? Heel graag.
Wat zeg je dan? Ik was benieuwd van Sander, want jij hebt natuurlijk jury rapport, maar is er iets dat jou het meest was bijgebleven van die fantastische filmpjes? Ja, dit is al helemaal fantastisch. Ja, alles. Alles is fantastisch. Ja, nou, dat is wel waar, want tussen dat alles zitten ook in dit geval de twee die een mini-award krijgen. Dus eigenlijk moeten we voor hen allemaal ook maar even applaudisseren. Je hebt hem in je handen en dan mag je nog iets zeggen tegen de mensen die fan van je zijn of zomaar, tegen iedereen. Ik wil iedereen bedanken, ik wil mijn werk bedanken en ook mijn oma dat ze mee is gegaan, want ik hou heel veel van haar. En ik wil Aline bedanken, bedankt dat ik dit mag doen met jullie. Ik wil nog heel veel mooie vlogs met jullie maken en ik hou van jullie allemaal. Want jij bent hier al zo vaak geweest, maar neem je wel vaker je ouders mee? Die hebben ze zitten. Waar zitten ze? Gefeliciteerd. Ja. En waar zijn die dan? Is dat op zo'n optreden, we weten dat je daar fan van bent. Is het dan niet heel gezellig dat je bij je ouders gaat zitten? Ja, Sonja. Want dat is nog nooit vertoond. Sonja kan wel even uitleggen. Ja, ga jij even bij je ouders zitten? Ja? Dan zie je het ook eens van die kant. Want Sander is altijd achter de schermen. En die doet dus die jureringen. En die heeft dan al die vlogs en zo, maar als hij hier is, is hij aan het werk. En Sander, je hebt het nog nooit van die kant gezien, toch wel? Nou, we gaan dat heel even van deze kant bekijken, ja? Oké. Irene, ik stel voor dat wij het ook even van die kant gaan bekijken. Ik vind het wel eens tijd voor weer een beetje muziek. Hebben we nog een artiest? We hebben nog een artiest. Geweldig. Dank je, een applaus hoor. Rico! Hallo allemaal, het is mij, Carlo Boshart. Het is de avond van de winnaars, want jullie zijn tenslotte allemaal genomineerd. Maar er is ook iemand in de zaal en die is niet genomineerd, maar die krijgt wel een prijs. Is dat niet mooi? En dat is... Tromgeroffel. Wacht de microfoon. Spannend maken. Sandra Paats. Al jaren volg jij in Zuf. De Dagen van Patje, dat is een groot succes. Je bent een voorbeeld voor vele collega's met een verstandelijke beperking die net als jij succesvol willen zijn in de media. Dus Sander, hulde voor jou. Je bent gezellig, je bent vrolijk, kan je makkelijk. Ja, je kan ook nog eens met je lachen. En daarnaast ben je al sinds 2018 fractielid voor de speciale media awards die... altijd geweldig zijn en al 6 jaar, dat is fantastisch. En vanwege die diensten krijg je vanavond namens het hele team van de Speciale Media Awards een unieke award. Iemand gaat hem je zo uitspreken. Maar nu vast van harte gefeliciteerd namens mij aan jou de award voor beste vakjurylid. Beste vakjurylid, dat wil natuurlijk iedereen zijn en jij krijgt gewoon die prijs. Gefeliciteerd en allemaal namens mij nog een hele, hele fijne avond. Ga jij maar even bij je ouders zitten, want we dachten, je moet wel dit filmpje goed kunnen zien. Ben je verrast? Best wel, ja. Maar ik zag al niet voorbij komen, nu kan het maar iemand zijn. Nu kan het maar één iemand zijn, en dat ben jij. En nou staat hier naast mij in dit geval Sonja. En Sonja, jij bent een soort van de aanstichter van dit hele fantastische circus dat Special Media Awards heeft. Over Sander, want jij hebt hier een prachtige award. Zullen we die maar eens overhandigen? Kijk eens aan. Beste vakjury met alle tijden. Want ze willen het natuurlijk een beetje toelichten. We gaan het niet helemaal doorlezen, je krijgt het mee naar huis, maar we lichten er even een paar punten uit. Yes, dat is goed. Sander, jij bent echt beste vakjurylid aller tijden. Je bent al 6 jaar vakjurylid, 5 jaar in de landelijke en daarvoor bij Amerpoort. We hebben even opgezocht, maar je hebt in totaal 146 genomineerden bekeken en beoordeeld in al die tijd.
En je bent er altijd. Je neemt vrije dagen als dat nodig is. En jij werkt in al die jaren met heel veel bekende vakjuryleden. Tess Milne, Teun Peters, Kimberly Klaver, René Postma, Jan Muller, Maarten Steener, nou noem ze allemaal maar op. En je stond op het podium met Kevin en Irene. Je stond de show in net even anders. En je scoort zelfs een persoonlijke boodschap van Carlo Bossert. Dat neemt niemand jou meer af. Je verdient een dikke dankjewel voor alles wat je voor ons gedaan hebt. En blijf jezelf, focus op je doelen en keep on vlogging. We hebben jouw hoogtepunten van de afgelopen jaren ook op een rijtje gezet. Jurylid betaald. Wil jij graag bij de andere jurylid zitten? Dus ga er lekker naartoe. Dit applaus is helemaal voor jou. Ik heb net terug genomineerde die het wel wisten. En ja, dan gaan we eentje van extra in het zonnetje zetten per categorie. Waarom is de specialisering wat zo? Ik heb een enthousiast tijd af. Ik ben al heel erg. Hoe blij ben je met dit akkoord? Dat we daar eens even bij beginnen. Hoe blij ben je met dit akkoord? Ja, bijzonder. Ik had het niet verwacht. Ik had anders wel gewoon een groot bedankje al. Vond ik al leuk om te doen. Maar ja, het is al een paar keer goed voor mij. Hoe lang ben je al, jury? 5 jaar. 5 jaar. Dus ja. alle jaren ben je erbij geweest? Ja, klopt. En wat maakte de eerste jaar met dit jaar het verschil? De eerste jaar was eigenlijk officieel 6 jaar, maar landelijk met 5 jaar. En de eerste jaar was geen zorginstelling aan boord. En nu is het landelijk en het wordt alleen maar groter en feestelijk. Je bent een hele grote topper, vind ik. Dankjewel. Misschien ben je nog iets over het juryrapport vragen of over het award zelf, Luc? Kan je iets voorlezen over het juryrapport? Ik heb zelf moeite mee lezen, maar... Zullen we het doen? Sander, je bent echt de beste spaksjurylid aller tijden. Een mooi award voor dit rapport. Er is voor jou al jouw inzet bij de Special Media Awards. Nou, helemaal trots. Hoe blij ben je ermee? Ja, heel blij. Yay! Mag je hem even jouw award even laten zien naar de camera, alsjeblieft? En ja, kijk eens. En hoe blij ben je? Heel blij. Super. En is er zelf nog iets wat je kwijt zou willen aan de camera? Of aan alle mensen die misschien willen inzenden? Of alle juryleden die je misschien nog wil vertreden voor volgend jaar? Of... Ja, kom maar op hoor. Wil jij nog wat kwijt voor iedereen die nu dit filmpje kijkt? Blijf vooral inzenden. En waar je ook, wat je wil bereiken, je kan alles bereiken. Als je maar voor gaat. Heel erg mooi. Dank je wel, Sander. En gefeliciteerd met je mooie award. Lekker hoor. Oh, wat een avond, jongens. Ik had natuurlijk in de vlog gezegd, woensdag die om woensdag online is gekomen, dat dit had gebeurd. Maar ik niet precies wat, maar
zo had ik niet verwacht. En ik zei in een interview, maar dat staat verkeerd in de media van Special Meerhard. Bedank je ze ook al alleen genoeg. Van leuk dat je al 5 jaar meedoet. Klaar. Was ook al voor mij voldoende geweest, maar dit had voor mij niet gehoeven. Gewoon zo. Maar ja, alsnog wil ik bedanken. Ik heb trouwens via Irene, ik weet niet of jullie het allemaal hebben gezien, maar Irene, bedankt. En nee, niet Irene, maar Carlo bedankt met Irene samen van een filmpje. En er zit een paar dingen hierin, wil ik weten wat het is. En zoals jullie weten heb ik de award voor de beste vakjurylid aller tijden. Nee, ik had helemaal niet dit en niet gehoeven. Echt totaal niet. Want, ja, nee. Nee, dat had echt van mij niet gehoeven. Maar ja. Het is leuk bedoeld, natuurlijk. En ik ben benieuwd of... Ah, dat gaat net niet passen. Ik wou hem echt hier doen, maar... Oh, dat gaat... Ik wou hem net doen, dat deed hij niet. Hoe dan? Nou, ik ga het wel een mooi plekje krijgen daar zo. Hoppakee. En die andere, de vakjury, de kast wordt vol. Wauw. Ik heb nog eentje natuurlijk rapport. En het is een hele lange tekst. Maar ja. 100, kan ik je wel vertellen, 146 video's heb ik moeten beoordelen. Afgelopen jaar. Proper. Tess Nummer, Teun Peter, Ilko Kingma, Bas van Tijlingen, Rob Geus, Kei van Voort, die ik zelf echt geregeld heb, Gwen van Poorten, Jada Struik, Kimberly van Klaver, Tien Plagiaat, René Posma, Jan Diller, Jan Maarten Steendam, Kirsten, Jassies, Caroline, Borgers, Kars, Den Hollander en Lisanne Dijkstra. Nou, dit is toch bizar? Nou, ja, ik wil dat nogmaals. Sonja wil ik echt zo erg bedanken. Sonja, als je dit terugkijkt, had niet gehoeven. Alleen een bedankje is al voor mij voldoende geweest, maar ja. Het filmpje vond ik al leuk van Carlo. Boshaard. Ik heb gevraagd privéleuk en... Die vind ik wel zelf leuk om terug te kijken. En ja, gewoon bizar. Ik heb gewoon zo tussen zoveel... Ik zei al tegen mijn moeder, ik kom zoveel makkelijk de laatste tijd. Is tussen bekende mensen komen is niet makkelijk. Kan ik jullie vertellen. Het is niet mijn bedoeling. Maar wat ik toen afgelopen tijd voor Special Meerhard heb gedaan... is eigenlijk heel veel mailtjes sturen naar alle bekende mensen... die vakjury wil zijn van Special Meerhard. Ik heb heel veel mensen benaderd. Ik ga het zeker niet noemen, want misschien ooit dat er een tussen, ooit nog tussen gekomen, maar heel veel. En we krijgen al sommige reacties dat ze willen betaald worden. Nou, dat wil Special, nou ja, dat wilden we niet mee, dat gaat niet gebeuren. En ja, zo bizar. Ja, ik ga in ieder geval naar meer lekker, maar lekker even bijkomen. En rustig aan en even terug bedenken van alles en op al eraan. Dit trouwens wat ik nu aan heb ik nou voor Special Meerhard aangedaan. Ik hoop dat jullie, ik laat even weten in de reactie wat jullie van vonden. Hebben jullie hier überhaupt gekeken? Nee, wacht. Ik wil wat anders doen. Ik wil met jullie nu deze tas bekijken. Oh, is camera niet helemaal 100% vol. Wat er eigenlijk allemaal in zit hier. Wat ik eerst ga doen is even deze licht even aanzetten en de andere uit. En dan zet ik deze ook maar even veel minder fel neer. Want ik heb hier een tas gekregen nog. Oh ja, die had ik al. Die had ik er zelf in gedaan. Maar hier zitten ook wat dingen neer. Oh, weer zo'n boekje. Ah, leuk. Nou, niet echt dat ik iets mee even ga doen, maar... Wat nog meer? Oh ja, die ook. Hup, heb ik er 2. Deze had ik ook nog gekregen. Oh ja, dat. Oh ja, en voor de foto's dat ik even op ging sturen. Nou, dat ga ik doen natuurlijk. En
Wat hebben we hier? Mediastickers. Telefoonhouder heb ik weer, eindelijk. Kijk. Zo, heb ik mijn telefoonhouder weer. De andere was zo slecht. Ging zo snel kapot. En de ballon. Staat erop dan. Ah, oké. Okay. En de pen. Ook nog. Oh, mijn dingen. Oh, heb ik nog meer? Ja, een spel. Oh, bitten. Ook leuk. Nou, dat was het denk ik. Ah nee, nog één ding. Oh, ook leuk. Ik weet niet of ik jullie allemaal goed kunnen zien, maar... Het is een... Voor de camera. Of zo. Ik weet niet wat precies, maar... Het zal wel. Maar dat zit er dus allemaal in. Ik ga nu weer even snel lekker relaxen. Even... Allemaal even laten bezinken. Van alles en nog wat. Dus ja, laten we dat even lekker doen. En dan is het bijna 1:30. Ben nog steeds wakker. Maar ik ga denk ik al lekker nu maar uitgooien. Want morgen weer een dag. Oh, zit de ding weer vast. En want ik word morgen trouwens ook gebeld. Wil je weten door wie ik morgen gebeld word? Hou mijn vlogs in de gaten. Dan gaan jullie allemaal morgen denken wel. Ga ik proberen te laten horen. En horen wat. Ik ga nu maar gelijk de rolgordijnen dicht doen. En nu maar klaarmaken om naar bed toe te gaan. Want morgen weer een dag. Ja, gelukkig ben ik vrij. Oh, ik ben helemaal van het patje po. Maar ja, ik had het allemaal niet verwacht, weet je. Ik vind het leuk, maar het had helemaal niet gehoeven. Ik heb het net ook al natuurlijk over verteld. Maar het filmpje al vond ik al voldoende. Laten we dat bij zeggen. Van Giancarlo Boschart. Bizar. Als ik het erom kijk, gewoon heb ik letterlijk 146 video's benaderd. En dan weet je niet of dat nog meegerekend is. Is het ook voor het begin? Of alleen van de afgelopen 5 jaar? Dat vraag ik me nou af. Als het 6 jaar meegerekend wordt, is het 143. Anders is het echt 146. En oh, wat de, ja, hier 2018, januari. In principe ben ik wel die jaar al gestart, 2018, met Des Milne. Alleen het begon daarmee. Oh nee, het moet even goed recht gezet worden. Ik weet echt nog niet waar ik kwijt ga zetten. Oh, maar ik vind het gewoon mooi. En ik ga wel binnenkort wat leuks gebeuren, of niet? Ja, oké. Okay. Ik ga weer wat ik elk jaar doe. Reageren op Special Meteorit met iemand. En wie? Ik ga nog niet zeggen wie, maar waarom ook niet. Het kan één kant doorgaan of ook niet. Dus, dat wil ik even voor mij gezegd hebben. En ik houd en tweede, dat ik eigenlijk wel als verrassing wil houden. Wie het is. Dus dat ik even Twitch kijken, mijn eigen vlog weer terugkijken. En ik wil in ieder geval Kai van Voort bedanken voor het even filmen voor mij. Want ik vond een keer, ik heb dat nooit gedaan. Ik dacht, ik kon toch een keer filmen. Dat ik het uitreik. Alles op en eraan. En dan wil ik in ieder geval Kai van Voort bedanken ermee. Dus Kai, bedankt in ieder geval. Nou, ik ga nu lekker klaarmaken om bed toe te gaan. En morgen weer een dag. En we gaan het zien hoe het dan gaat leven. Wil je het weten? Ik word in ieder geval morgen gebeld. Wil je weten door wie? Kijk een vlog van morgen. En dan gaan jullie allemaal zien. Dus tijd, maar lekker klaarmaken om naar bed te gaan. En wil ik jullie allemaal bedanken voor het kijken naar deze vlog. Ik hoop jullie deze vlog leuk hebben gevonden. En die avond was je erbij. Gefeliciteerd voor de winnaars die erbij waren. Ik ga nu lekker klaarmaken om bed te gaan. Ik hoop jullie in ieder geval een leuke dag hebben gehad. En die livestream hebben gekeken. En leuke, ook al ons nog leuk hebben gehad. In ieder geval, nogmaals, bedankt voor het kijken naar deze vlog. Vonden jullie deze vlog leuk? Doe sowieso even een duimpje omhoog. Ben jij trouwens nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Zou ik toch vinden als je je beneden abonneert. En dan zeg ik alvast veel kijkplezier. Naar een nieuwe vlog. Om 1 uur. En zeg ik hierbij. La. Dus. Nou, ik sta hier nu bij de hefbrug. Wat aan de hand is, maar ik heb trouwens weer nieuws over de hefbrug. Wat er is gebeurd bij mij. Die hefbrug, er is, maar die zat de hele tijd leuk te reageren op mijn livestream van TikTok. En het is nu al een beetje aan het opgaan. Kun je